Heidi is bij me en Marianne is bij me. Hoi joh. Hoi Marianne. Altijd schuin. Een goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag dinsdag, oftewel, het is Juttetjesmarkt vandaag in Den Helder. En dat is altijd weer gezellig en vooral wanneer het prachtig weer is als vandaag. Want het zonnetje schijnt en ik heb de zonneschermen naar beneden. En ik ga met Marianne Boon, ga ik gezellig de markt op, mijn surrogaatzusje. Mario is er helaas waarschijnlijk er niet bij, want die kunnen we niet bereiken, want haar telefoon is kapot. Ja, dat ken. Dus ja, ik ga hier zo met de hondjes uit en daarna ga ik naar Marianne toe. Dus we nemen jullie mee. En wie weet, gebeurt er wat leuks, dan pakken we natuurlijk de camera erbij. En zo niet, nou ja, dan hebben we pech. Ja, en ook jullie hebben dan pech, maar... In ieder geval, ik neem jullie sowieso altijd al mee, want ik moet ook kunnen bellen als er nood aan de winkel is. Ja, nood aan de man. Dus ja, lieve vrienden, geniet van je dag. Het is prachtig mooi weer. Ja, mijn haar heb ik nat gemaakt, want het zat alle kanten nog bouwen te roeien. En ik weet, ik moet ook naar de kapper, maar dan wil je dat voor hebben. En ik heb eerst andere prioriteiten dan de kapper. Ik zeg maar zo, als mijn haar maar op goed zit en het is verder netjes, kan het ermee door. En eerst de andere prioriteiten gedaan hebben voordat ik naar de kapper ga. Of naar de kapper kan, laat ik het zo zeggen. Ja, dus maar dat komt allemaal goed. En ja, het kost allemaal geld natuurlijk. En die andere prioriteiten, dat vind ik toch voorrang hebben. Dus ja, dat komt zeker goed, lieve vrienden. Dus geniet verder van jullie dag. En geniet ook met ons mee. Ja, gezellig. Kom erbij. En like en abonneer. En ja, gewoon doen. Dat is gezellig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dat zeg ik altijd. Ja, toch? Ze zeggen, lieve vrienden, tot later. We zitten hier heerlijk gezellig in het park tegenover Albert Heijn. En ja, Mary die is bij me en Marianne is bij me. Dus ja, we hebben, tenminste Marianne heeft contact met Mario via Messenger. Dus dat komt wel weer goed. Dat het wel doet, begrijp ik ook niet. Maar ja, het zal wel mij liggen. Ik snap er helemaal niks van, want zij heeft Messenger ook op haar telefoon. Dus het ligt hem niet aan de telefoon. Ik weet het niet, misschien nog wel. Maar in ieder geval op WhatsApp hoor je er niet, zie je er niet. Helemaal raar en vreemd. Maar we gaan er wel een gezellige middag van maken. Of niet dan, Marianne? Altijd, schat. Altijd. Dus ja, dus zo doen we dat. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet er ook van. Toen zaten we dus weer op een terrasje. Ja, ook dat gaat gewoon door. Dus ja, en Marianne die zit er daar. Die zit even te kijken of ze Mario ook weer kan bereiken. Maar in ieder geval, we krijgen straks wat lekkers voorgeschoteld. En dat is altijd wel weer heerlijk. Dan komen we in de Lieder terras plek. Nou ja, kom maar gezellig bij. Ja. Dus ja, inderdaad, we maken er gewoon een invalide terras van. Maar hoezo? Ja, er zijn een heleboel mensen die momenteel wel wat mankeren. Want ik zie er nog weer een rolstoel voorbij gaan. Dus ja, en daar komt weer een rolstoel aan. Dus het is druk met mensen in een rolstoel en boosters. Maar ja, ook die mensen, net zoals ik, hebben er recht op om even lekker ervan te genieten. En ja, ik ben ook benieuwd of er hier wat lekkers komt. Ik ben aan het vloggen, als je wilt weten wie ik ben, dan kom je zomaar bij me. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ervan. Doen wij ook. Hé, Marianne? Altijd, schat. Altijd, schat, zegt ze. Nou, lekker toch, moet kunnen. Ik zou zeggen, ook gaan genieten.
en geniet met ons mee. Lieve vrienden, zoals jullie zien, zit ik bij Marjanne. Hey Marjanne. Hey schat, hallo. Nou, we zitten gewoon gezellig samen van de koffie en wat te leuteren. En dat moet ook kunnen. Zeker te weten, maar wie zit er bij ons? Marjanne. Hoi. Eindelijk gevonden. Ja, we kunnen er niet bereiken. En hoe komt dat? Telefoon is stuk. Hoi, wat erg. Ja, ja. Nou, moet een nieuwe komen. Ja. Even zoeken. Komt goed. Toch goed. Ja. Dus we zitten gezellig hier aan de tafel. Ik op mijn kopje is al helaas weer leeg. Maar dat doet er niet toe. Komt het wel weer goed. Ook mijn tas die staat nog gevuld met boodschappen van Marjanne. Maar dat komt wel goed. Ja, dat komt goed. En ik zou zeggen, tot straks. Een hele goede avond, lieve vrienden. Ja, want dat is het alweer. Het is 7 uur geweest. Dus ja, de tijd houdt geen schaft, hè. Nee, dat wisten we al. We hebben wel een gezellige dag gehad. Ja, jullie weten dat ik met Marjanne en Mary de markt op was. Enkel Mary is op een gegeven moment weer weggegaan. Richting het Rijgenhuis, want ze was al eigenlijk op de markt geweest. Dus ja, dan is het niet leuk meer om voor een tweede keer te gaan. Met je iets vergeten bent en dat je dat nog haar verhalen moet. Maar ja, ze is verder niet mee geweest. Maar wij hebben nog wel een terrasje ook gepikt. Want Marjanne die heeft het aan de heup en die kan niet zo snel en die moet af en toe eens kunnen zitten. Dus ja, hebben we een terrasje gepikt. En ik had de boodschappen van Marjanne bij mij op de booster. Dames, klaar. Zometeen. Zullen we eruit? Nou, laten we ze eruit. Ja, doen we dat even tussendoor. Doe maar. Doeg. Dan moet ik de haakje er weer op zien te krijgen. Zo. Maar in ieder geval, wat ik zeggen wou, we hebben dus een terrasje gepikt. En later dat we klaar waren, zijn we weer... ben ik mee geweest met Marjanne naar haar huis. En daar stond haar zoon voor de deur. Aan te bellen, ja. Ik kwam me dus net op tijd thuis, maar die is later ook weer weggegaan. Mario die kwam daar, dus die hebben reeds te pakken weten te krijgen. Haar telefoon is kapot, ja. Dus ja, moeten we het op een andere manier oplossen. Maar dat komt allemaal goed, dat hebben we geregeld. En ze moeten dus voor een nieuwe telefoon gaan kijken. En ook dat komt wel goed. En ja, het is nou reeds al avond. Ik ben ook al met de meisjes uit geweest. Ik heb even onder mijn jurk een spijkerbroek, legging. Het is niet een echte broek, het is meer een legging, maar het lijkt op een spijkerbroek. Hek eronder aangetrokken, want het werd me toch daar al op dat gedeelte te koud. Sokken erbij aan, laarsjes erbij aan. Ik had gewoon schoentjes aan en blote voeten. En dat was me toch te koud. Ja. Tenminste in de schaduw. In de zon was lekker, maar in de schaduw? Nou nee, dank je. Je kan echt wel weer merken dat je eigenlijk... het seizoen dat loopt een beetje raar. Ja, we hebben geen echte zomer gehad. Nog niet, nee. Ja, wat niet is, kan er komen, want zelfs september heeft mooie en warme dagen, althans, kan. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet verder van jullie ding. En geniet mee met mijn dingen, wat wij doen. En kijk niet naar mijn haar, want ja, dat lijkt nergens op. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik zal dan weer eens even kijken wanneer ik tijd heb om er een kleurtje erbij in te doen. Ja, even weer even paars. Komt allemaal goed. En even wassen. En dan hoop ik dat het weer een beetje fatsoenlijk zit wel. We zijn aan het spelen. Hallo? Hallo?
stelletje dwaas zijn jullie. Ja? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Ik sluit gelijk ook maar even af. Geniet van jullie avond dus. En ja, wees lief voor elkaar. Knuffel elkaar. Whatever, wat kan het je ook schelen. En ja, voor later op de avond uiteraard welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, graag tot morgen.